go. Zeg het maar, waar wil je heen gaan? Ik zou zeggen Georgia, maar dan moeten we hier ongeveer ergens landen. Ja, we moeten op Canada afgaan. Hier ergens springen op. Ik ga hier al naar beneden, man. Ja, ik val hier ook hard. Ik zie alleen hier helemaal nergens een auto staan. Waardeloze shit. Waar kom jij ergens uit? Oh ja, aan die dingen aan gat kan hier echt. Ja, ik moet hier gaan looten, man. Oké, ik doe dan hier al. Hey, is toch niemand... helemaal niks. Hier is toch niemand bij ons, dus we hebben hier al wat. Hier al. Hey, is toch niemand... helemaal niks. Hebben jullie ook op 5 december of op 6 december Sinterklaas? 6. Later. Morgen. En bij jou? Ja, vandaag. Oké, mooi. Proficiat. Ja. Have a nice one. Vanavond met de schoonouders eventjes Sinterklaas vieren. Joi. Ach, is altijd wel gezellig. Drowned? Hele hoop drowned. Zullen waarschijnlijk die AFK's zijn. Here we go. Yo, ik heb een shotgun. Woo! Ik heb een VSS. Ja. Was er trouwens ook iemand richting Pochinki gegaan, dat je weet? Ik denk dat ik zo meteen die kant uit ga lopen gezien de cirkel. En niet meer proberen richting Georgia te komen. Ja.
Doe een scar. Nou, proficiat. En een M4. M16. Level 2 halen hier. Ja, gast, jij zit een mijl van mij vandaan, man. Oh. Het enige wat ik niet heb is een vest, dat is wel best kut. Ja, die heb ik dan wel weer. Circle. Ja. Ik kom richting jou gelopen. Shots in Pachinki. Oké, okay, staat een bike richting Pachinki. Ik heb nog helemaal geen sights of wat dan ook, ja. Nou, ik heb een red dot en een hollow. Jij hebt hier alles geloot, hè, op geel. Ja, ja. Hier lag nergens meer een vest, hè? Ja, weet ik niet meer, dude. Voor mij lag er ergens een level 1 vest of zo.
Shots close bij mij. Kijk. Shots echt heel close bij me. Ja, jongen, jij bent zo ver weg. Ja, ik heb auto run aan. Je daar nergens een auto gevonden of zo? Ja, er staat een bike bij de Harry Potter. Op blauw. Maar okay. Even positie. Maar we hier al heel die baan niet zo die kromming? Nee, helemaal niks. Anders had ik daar wel gespot, hè. Maar we waren wel naar Giorgio gegaan. Ja, maar je bent ook full level 2 keep, zie ik. Alleen geen attachments dan of wat? Nee, helemaal niks. Ik zou dringend een best het enige. Die barn en zo, die heb je allemaal gedaan hier, ja, of niet? Ja, alles gehad. Kom maar gewoon hierheen, want het is hier gezellig drukte. Ja, ik kan. Het is hier allemaal geloot, joh. Ik ben bij je. Hier ligt nog een M4 als je wenst. Ja, zeker. Is dat nog niet geloot daar? Nee, dit huisje niet. Oh, het stond er daarnaast allemaal open, dus ik was... En een M16 en een 4x koop. Ja, zeker nodig. Onder mij loopt iemand, links voor mij, naast het huis. Kom in het huis misschien in. Pas op, hè. Staan buiten. Waar ergens? Oh, andere kant van dingen, van het gebouw. Ander gebouw. Het gebouw naast mij. Vlak naast mij. Dus dit gebouw. Ja, ik snap het. Ik kan er alleen zo weinig mee. Oh. Ja. Wat? Dubbelgranaat. Komen ze, zijn buiten. Nice. Mooi man. Klik boven. Ja, ik kom je halen. Poeh. Ik had geen vest, anders had ik het overleefd. Maar ik ben gestorven door een granaat. Ik drop je hier dadelijk een 4 keer, oké? Ja, is goed. Hier. Hij ligt op mij. Hoeveel kogels heb je? Ik heb nu 110. Maar ik heb nog altijd geen vest. Fuck. Zou je eens hiernaast even kijken? Ik ga eerst even deze gast looten. Zijn een vest? Ah. Wat een squad. Nou, hier. Maar hij was niet insta-kill, hè?
Ik heb ze alle twee gesloopt. Hier ligt nog een half. Ah, alles. Half oh, dit waren echt gasten, jongen. Player Unknown Bandana, DMM T-shirt. Dit waren wel redelijk big boys. Zware. Ja, hier ligt een half kapot vest, heeft hij. Ja, ik heb een level 1. Nog twee painkillers. Oké, okay, we moeten door. Go, ik ben klaar om te gaan, man. Ja, dan gaan we naar de compound hier op blauw. Prima. Waarom loop je crouch? Oh, omdat ik eventjes nog wat dingen aan te switchen was. Ah, nee, Blokmeister. Hij zegt elke gun reload moet gepaard gaan met een 360 turn. Uh-oh. Ja, lekker ben jij. Volgende keer als ik in-game zit, ben ik al helemaal de Sjaak. In fight. Nog 33 leven. Hier een Joas. Pakken we de Joas niet? Compound links van ons is geloot, hè? Dat we de Joas pakken en wegrijden niet. Maar dat kan. Dan ga ik liever ook naar blauw toe. Blokmeister is helemaal gek. Ja, blauw lukt goed. Vliegtuig is wel zo gevlogen, maar oké. Ja, fuck it. Oké, gaan we die challenge accepten? Blokmeister, hier de challenge? Nee. Nee? Voor mij wil je voor het echi nu, hè? Het is geen assignment Sunday, Blokmeister. Ik wil vandaag chicken hebben en dan is het oké. Okay. Dan doen we alles wat het zo wil. Oké, eerste kip. Eerste kip. Ja, sorry, Blokmeister. Katoen, die moet een kip hebben. En ik ook. Staat open, hè? Ah, nou hè. Ik zou vandaag maar niet te veel vertrouwen in me hebben, Blokmeister. Gaat helemaal niet goed, joh. Iedere keer worden wij tweede, joh. Hij zegt dat ik gek ben dat ik hem gek noem, omdat hij zijn vertrouwen in me uitspreekt. Dan denk ik, ja. Ik baseer altijd resultaten op voorgaande resultaten en de resultaten tot nu toe zijn nog geen kip waard geweest. Apartments zijn ook geloot. Deuren staan open. Is allemaal geloot, joh. Wil je hier de compound eerst clearen of niet? Nee, joh. Ik vind het huisje prima, joh. Maar goed. Even kijken. We hebben dus een aantal gasten die in ieder geval aan het viewen zijn. Dus als je er bent, zeg gewoon eens even hallo en gedag. Net als Blokmeister. Oeh, cirkeltjes lekker. Tenzij die aan de andere kant van de rivier gaat komen, dan word ik helemaal niet blij. Dan zijn we poepoe. Dan zijn we poepoe. Baba, popo. Of krijgen we dan in de poepoe? Weet je wat ik zo kut vind aan pupje? Dan aim je boven iets en je gun is eigenlijk op de hoogte van het hout van het raam. En dan schiet je gewoon in het raam. En dan denk je zo, what the fuck, why? En dan moet je daar inderdaad dan niet kunnen aimen. Dat is echt een beetje lame. Hetzelfde als je te dicht op een raam bent. Dan gaat je gun gewoon niet omhoog omdat je tegen het raam staat. Breek dan gewoon het raam. Fucking hell. Je moet hier eens komen zitten tegen het raam en dan moet je je vier keer scopen en proberen te aimen. Ja, ik ken het. Opeens krijg je zelfs zo'n scherm dat zo heel de tijd trilt, zo op en af gaat. Nee. Oké. What's going on? Buggy? Ergens. Ja, andere kant van de rivier, denk ik. Door.
andere kant van de rivier. Nog 1 minuut en dan pas weten we de volgende cirkel. Die gaat alles bepalend zijn. Of we in de poepoe krijgen of niet, wou je zeggen. Ja. De Bumblebee is ook weer hier. De Bumblebee? Is dat een bekende van jou? Ja, die... Ik denk dat het ook een streamer is. Daar kunnen we altijd kijken. Iemand is mij aan het bellen, ik moet even opnemen. Oh nee! Oh. Hallo, Mogram. Ja, dat klopt. Auto! Ja. Yeah. Oké, hem gaan we heel even muten. Terwijl hij zijn gezellige gesprek aan het voeren is. Ja, inderdaad, dat klopt inderdaad. Oké. Fijn, dan zit je ineens met een gast die aan de telefoon zit. Oeh, die heeft een Mini 14. Een Silence Mini 14. Ja, en nu? Katoen. Katoen, ben je er alweer? Oké, voor u ook. Nee, ik denk geen probleem, dag. Dag! Hang up the phone! Jeez! Ja, ben er. Zeg eens. Oké, er zit een duo is hier terechtgekomen. Die zit ergens op blauw ergens. Ik weet alleen niet of ze in de Harry Potter toren zijn gegaan. Maar er zit er in ieder geval eentje met een Silenced Mini 14. Mooi, die gaan we killen. Nee. Ja, die gaat jou killen. Zullen we nog even wachten. Brrr, ja, fucking geworden. Net op het moment dat die belde, kwam die auto aangereden. Ja, ik hoorde het dat je iets riep, maar... Ik bedoel, als ze als vreemd nummer van mij belt, moet ik altijd opnemen. Je weet nooit wie dat kan zijn. Ik bedoel, kunnen het er van het ziekenhuis zijn, hè? Dat is. Kan een specialist zijn of eender wat, dus ja. Dat is op west ongeveer, die shots? Oh shit, man. Wij willen naar. Pakken we de auto en zijn we weg? Pak de auto naar blauw. En we gaan naar die kant. Nee, pak die kant van. Geel. Geel? Ja joh. Dat is een geel huisje, dan moet je daarheen. Dan moeten we naar blauw. Ja, ook goed. Kom. Altijd wachten op die. Altijd wachten. Go. Let op, die gast met die Mini 14 die gaat dan zo meteen pompen, hè? Ja. Ja, daar zit er ook in een toren. Ja, daar rechts wordt het ook. Pak anders die toren, pak hier geel. Kijk geel, dat is een ding, dat is een Harry Potter toren, pak die maar. Daar zit, ik zeg net, daar zitten gasten, daar staat de Juas naast. Niet gezien. Dan maar naar blauw. Dankjewel, Blokmeister, rustig aan. Oh, hier zijn ook mensen. Waar? Ja, hier, die staat een Dacia. Ja. Die zag ik niet eens. Oeps. Ik denk dat er overal wel mensen zullen zitten nu. Hier hem gewoon tegen parkeren. Go. First squad. Clear. Ja, er zitten gasten. Ja, ze zitten boven. Wacht, moet ik dan niet gaan granaten? Ze zitten helemaal bovenaan. Het is de derde story. Ga je al in de granaten in? Ik ben knocked. Fuck, ik heb ook op auto staan. Hoe kan dat? Nou, mijn ding was helemaal kapot. Maar ik ga heel snel dood door die nade. Ja. Nog altijd boven? Wat een bullshit was dat. Was dat jouw nade die mij finishte of was dat van hun? Ja, dat was mijn nade. Oké. Nu is het goeie zijn nade. Hmm.
je zei ook niet waar ze zaten, de bal dan... Ja, Trigold, niet zo gaan klagen, jongen. Zegt die topneet op je maat, ja, goh. Standaard procedure. Schiet dan hoeveel granaten die lui hebben. Ja, die hebben er heel veel. En ze waren full level 3 equipe trouwens. Oh, ook nog? Ja, ja, ze hadden alles. De volgende cirkel is redelijk oké nog voor jou, hoor. Yo, later! You kijk, ik ben wel dat zet. Neukje de moeder. Doe dicht. Hier heb je nog kogels en alles. Oh. En een level 2 vest. Mooi. Wat? Schiet hij... Wat? Hij blijft schieten gewoon op je. Ja, I know. Wat een pooier. Dan zie je hem zitten. Oh, hij zit boven. Ja, ja, hij zit boven. Derde verdieping. Hier heb je geen raam. Helaas. Maar kan je hier links niet door dat raam, door dat spleetje schieten? Hij springt. Hij wil. Hij gaat naar beneden, onderste verdieping nu. Ik word echt intens ongelukkig van deze cirkel. Ze kunnen gewoon helemaal achter dat heuveltje komen. Als ik hun was. 12 alive. Come on, bitches! Camp the corner. Gewoon wachten, man. Je zit in een sterke positie. Wat, dit? Ja. Ja, toch. Camp it like a little bitch. Oeh yeah. En Trigold, wat zijn jouw plannen voor 5 december? Nog 9. Kom op, jongen. No pressure. Dat heb ik net al even op de wc gehad. Ja, even duwen, zei hij. Ja, even pressure. Godverdomme, pressure. We hadden echt die toren moeten pakken. Ja, kijk dit dan. Ah, nog 8, 7 leven. Dit geeft mij geen grote blij. 6. Ik kan wel misschien met de bergen spelen, misschien heb je daar geluk mee. Sporten en chillen met mijn vriendin. Zaterdag viert die Sinterklaas. Ah, oh. Is leuk. De meeste mensen hebben juist afgelopen weekend al gevierd. Trigold, speel jij ook Zwarte Piet met je vriendin dan? Schoorsteenvegen. Ja, schoorsteenvegen, ja. Ja, flikker op, man, Trigold. Hij zegt, ik voel een tweede plek aankomen. Echt, jongen. Aids hier. Nee, de trust in Amstel is groot. Nee, flikker op, man. Dit ga ik echt niet winnen. Je moet die auto pakken en gewoon iedereen omver rijden, man. Doe dat. Full YOLO. Full YOLO. Kom doen. Hoor hem dan.
Ja, 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 dit wordt hem, dit wordt hem. Gassen, jongen, gassen. En iedereen omverrijden. Waar zit je? Hier, links! Knallen! Blijf er rondrijden, man. Ze zitten hier op die berg. Ja, maar ik kan niet. Ik heb geen grip meer. Healen, healen, healen. Oh, jammer. AWM. Jammer, jammer. Het waren 4 solos nog. Fuck. Oh. Oh, die 2 gasten die zullen grippen, jongen. Oh. Right in the face. Oh. Heerlijk. Man. Nou, nog een potje. Nou, niks, geen tweede plek, vierde. Baba. Man, er waren er nou nog 4 over, dus iedereen was solo. Ja, ja. Jammer. Oh, oh, oh. To do. Here we go. No. Ah, dat was weer zo'n shit circle, echt midden in het open, joh. Daar ben ik echt niet van. Geef me nou weer eens een keertje een city circle, weet je wel? Iets in Jovnaya of Pochinki. Ik vond het wel mooi die gasten die ik in Pochinki killde trouwens. Dat waren echt heavy duty boys voor mij met allemaal speciale shit. Niet aan bezig. Nou. Het is echt weer zo'n Jasnaya vliegtuig dit. Ja. We kunnen ook Novo doen voor de lol, maar voor mij heb je een hekel aan Novo. We kunnen ook Pachinki doen. Ja, Novo nee. Ja, Pachinki liever dan. Van Lipovka misschien. Ja, Lipovka is shit doen, man. We kunnen proberen. Ja, zeg maar, we kunnen ook. Ja, dat is wel een verdere sprong, maar. Wat doe je liever, Lipovka of Pachinki? Ik zou Lipovka doen. Ja, dan doen we Lipovka, dat is goed. Ik ga wel ietsjes vroeger shooten dan normaal, hoor. Ja, ik shoot hem nu al. Ja. Hoeveel man hebben we mee? Zie jij, boys? Niemand. Nee, we zijn jawel, alleen. Wow, kijk Mansion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 2 links achter ons. En op Prison ook 2 gasten. Ja, maar dat is niet bij ons, hè? Nee. Nou ja, oh, die achter ons. Jawel, ja. Er zit er eentje links van ons, kijk maar. Eentje zit een stuk lager en eentje zit nog redelijk hoog. Ik weet niet of jij eerst deze. Zie jij hier een eerst auto? Eerst die dingen. Hier, Juas. Pak we de auto wel. Wow. Er zit een gast echt hier recht onder en die is niet fucking voor de Juas gegaan. Oh ja, waar loop je? Hij komt. De goeie Sint. Ze lopen hier alle twee. Stap in. Ja, dag. Punch hem maar, ik ga deze gast even omrijden. Ja, ik volg hem hier, hè. Ik loop achter hem. Hoppa! Aan de kant, wegrennen.
Woee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 e
Instappen, 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 instappen. Nu, pak hem, pak hem, pak hem. Gassen, gassen, gassen. Hoppa! Yeah! Motherfuckers. Oh, kijk de cirkel. Kijk, dus Reina. Draai om, Ray George Paul. Nee, ga eerst gewoon even looten, anders rijden we door de halve map zonder loot, man. We hebben hier nu toch een auto. Moeten we even wat benzine erin gooien. Jongen, dit is Road Rage Madness. Moet ik jou hier even bij de hal afzetten? Ja, is goed. Oké. Okay. Maar je bent echt bijna dood inderdaad, joh. Ja, hij heeft mij echt op mijn hoofd gepunt. Zo aan mijn bolle koppie. Dat was echt wel full YOLO net, jongen. Endgame. Ik heb een level 2 helm hier. Mark hem voor je. Level 2 helm heb ik. Oh, ja, oké. Okay. Met alleen een level 2 vest. Oei, 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 oei. Ik drop hier een Vector. Want ik vind ze juist een kar. Ah jongens, kijk of we deze maand nog een eind verder komen in de follower goal. Ik heb nu het goal 31 van 100 followers. Dus mocht je nog mensen kennen, vrienden hebben of wat dan ook die het leuk vinden om PUBG te kijken. Let them know. Hook up, follow me. Dat zou wel tof zijn. Ik stream in Engels en in Nederlands, dus whatever. Diner is de laatste tijd zo wisselvallig geworden, jongen. Vroeger was dat echt nog een plekje waar je gegarandeerd echt lijpe loot zou kunnen vinden, maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Heb jij nog iets aan een twee keer scope? Hé, hey, vriend? Yo, Katoen? Ja, wat, sorry. Zat je weer stiekem... Hij de sausage te spelen. Werkt jouw donation dingen nog wel? Ja, hoezo? Ja, nee. Had jij net wat gedaan dan? Dat weet ik niet. Dan moet je wel aan de juiste doneren. Mijn donation ding werkt echt wel. Nee, werkt precies niet. Ik heb er geen message van gekregen. Ik heb enkel een momenteel. Ik zal even kijken bij mijn streamlabels. Wat aan de hand is. Nee, ik heb geen donatie ontvangen. Wat? Nee, echt niet. Oké, submit. Ik moest nog op submit terug. Ik denk dat hij moet laden. Maar tof dat je me een donatie geeft, joh. Wie zegt dat ik een donatie geef? Yo! Brammy. Dankjewel, man. $10, wat een baas. Heb jij een extended quicker? Oh, yeah. Oh, yeah. Komen die monies. Thank you, dude.
Had jij nog een extended quick draw nodig voor een ump? Mag, want ik heb alleen een ump. Ik zal mijn ogen open houden voor meer. Nou, dit is echt. Ik vind alleen maar shotguns en revolvers, joh. Ik heb een shotgun en een ump. Ja. En ik heb, maar ik heb wel 90 kogels, 556. Oh. En daar heb ik dan weer niks van. Ja, daarom ben ik geen fan van Lipovka, joh. Het is echt een beetje magere shit. Dit keer wel een vest? Ja, level 1. 4 times scope. Four times op een ump. Ja, ik lust die wel op mijn kar als je die. Dan ja, kan ik jou een twee keer geven. Nou ja. Ik heb een twee keer en een holo nog bij me. Twee keer heb ik zo nog bij me. We moeten gaan. Heb je trouwens fuel gezien of niet? Ja, hey, nee. Fuel hier. Nou. We moeten echt gaan, want die circle komt nu al. Yo, kom maar. Kun je hier nog graag onderdoor? Jij hebt fuel, hè? Ja, ik had fuel. Ik sta hier. Fuelen. Booster erin. Gewoon rijden? Ah nee, stap erin. Ja. Gewoon een beetje midden in de cirkel gaan. Ja. Maar merci voor een Sinterklaas cadeautje. Sneeklaas. Zoals Toon Hermans altijd zei. Jongen, ik zat laatst weer die cabaretier te kijken. Die Belgische gast, hoe heet die ook alweer? Meneer Geubels. Ja. Die is zo briljant, jongen. Die is echt geniaal. Ja. Ik krijg op Dumpet allemaal van die clipjes van hem als jurylid van de slimste mens. Ja. Ah, dat doen jullie gasten zoveel beter dan hier in Nederland. En met die Jeroen, ken je die? Met zijn snor? Ja, die gast. Ja, als die samen die zijn, dat is ziek. Zo ja. Grappig, jongen. Hun twee zijn de beste die er zijn, man. Oh. Beter kan je niet vinden. Is die Jeroen dan ook een comediant of zo? Of, Nee. Hij is een tekenaar. Oké. Striptekenaar. Goh, maar hij is al echt super grappig. Nou, we hebben Trigold volgens mij nog in de chat zitten en Blokmeister. Een van de twee, zet er een liedje op. Oh, Redzo, nee! Daar gaan we omheen, hè? daar nemen we de moeite voor om er omheen te rijden. Ik kan niet geloven dat Trigold, die zit gewoon de hele dag zit die gewoon op die op de stream al. Kudos mooi. Trouwens voor hem, wel heel vet, maar hij heeft hem gewoon op zijn schermpje aanstaan tijdens zijn werk. Heerlijk toch? Nou ja. Fanbase die je nodig hebt, man. Ja, dat zeker. Trouwe fans. Kudos voor Trigold. Yo, daar rijdt de gast! Daar rijden ze! Ja, ik zie het. Hé, hey, ze hebben een lekker band. Ja, daarom. Dan op zijn pomp of ik nee? Ik heb geen gun ervoor. Hier achter ons. Ja, ik heb hem knocked out. let's go get him. Wacht, first aid pakken. Kantje. Komt nog eentje. Komt nog een Joas. Kill. Alles. Kom op. Let's go. Hey, ik wil die andere gast nog even finishen. Yo, go.
Daar lag een gast dood. Hier, hier, bij de steen. Bij de steen, schieten, 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 schieten! Ik kan niet! Healen. Waarom kan je niet schieten? Omdat ik geen kogels in mijn gun had. Oh, pannenkoek. Oh, nog achter die steen, achter de steen. Waar? Rechts. Kill. Geef mij jouw shit. Iemand is die bonte wand oprapen. M416. Dude, komt nog een auto aan. En ik heb geen gun, ik heb geen gun. Ik heb geen ammo hierin. Kan ik hem? Jij hebt alle 5F6 hier weggeloopt, man. Heb jij daar 5F6? Ja, hier, hier, hier. Hier. Drop je, ik drop je. Lichter. 60. Waar vandaan? Recht voor ons op 255 ligt hij. In het gras. Eén knocked. Naar de auto, kom, 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 kom. Auto in rijden. West 255. Rijden, rijden, rijden. Gaan we heen of niet? Ja, rijden hier, 255, 255. Oh, godverdomme, 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 ik draai en dat ding draait niet mee. Fuck, fuck. Naft is bijna op, naft is bijna op. Ik ga in de blue, uit de blue. Hier stoppen, hier stoppen, hier stoppen. Ja, ik wil hem eerst hierop. Stop nu. Ja, dat bedoel ik. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Man, 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 was toch eerder gestopt. Hier in de bush, kom in de bush, kom in de bush. Ze gaan toch de auto opblazen. Weg bij de auto. Ze lopen. Knocked. Killed. Allemaal dood, allemaal dood. Let's go. Ze hebben een auto daar, hè? Ja, ja, en cirkel komt er ook weer aan, dus we moeten naar daar. Ja, we moeten die auto pakken. Fucking hell, man. Wat een chaos. Hoor wat Ambaste zegt. Hij zegt, kom in die bush. Weet wel wat hij wil, die katoenplukker. Ik heb al een nieuwe vest nu nog. Jongen, 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 wat een chaos hier zeg. Hij heeft ook al geen vest. Ja, hij heeft toch een beetje. Heeft hij nog een vest? Ja, ja. Kom, let's move, take the car. Ja, Blue. Ik ben nog even aan het healen. Hoeveel first aids heb jij? 3, kom, weg. Ik heb er nog maar één. Maar ik heb je boost, dus. Ja, die heb ik zo wel. Ja, ik ruim daar inderdaad gewoon heen. Hoeveel kills heb jij nou? Ik zit aan 3 nu. Ik aan 5. En jij? 5. Ook 3? Nee, 5. 5, oké. Okay. Ja, ja, je hebt die eerste 2 omgereden. Weer shots. Blijf rijden, weg, 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 weg. Ja, weg, ik rij ook weg. Wat is dit? Mensen die op een afstand op auto's zitten te schieten, jongen. Allemaal polio hebben ze. Hey, beter gaan we hier gewoon bovenaan even in de bosjes zitten. Ja, berg op. Ah, ik zou niet de berg helemaal op gaan, maar... Even mee hier zo even. Zou nog een first aid van jou mag? Trouwens, ik ben een bandage even. Hoeveel first aid heb jij?
5F6 heb ik nu 190. Maar first aid, hoeveel heb jij? Oh, eentje. Waar? Nee! Fuck! Hij vriest hem helemaal. Boven. Achter de boom zit hij. Op hoeveel? Op 15. Weg bij die auto! Weg bij die auto! Godverdomme. Ah, ja, ik kan hier niks mee. Kom naar mij. Oh ja, ik... Ah, de zijkant, je shit fucking... Ah, en de weg, godverdomme. Ja, dat kan ik ook... Ja, Jij wou hier stoppen. Ja, vent. Ja. We moesten ergens healen, ja. Is gewoon echt een... Je had moeten doorrijden, gewoon. Ja, maar we waren allebei nog... Die gasten die schoten, ja, daar nee, ging gewoon... op ons. Nee, ja. Niks. We werden ze volgende keer ik rij volgende keer. Oké. Okay. Jij stopt met rijden. Kom, ga naar die andere Discord. Jongen. Oh, fuck, sorry. We zullen naar die PUBG 4 gaan, goed? Ja, is goed. Oh, kut. Wat een kut, sorry. Yay! Naar de tyfus geschoten. Het is zo leuk om jullie te horen backvechten. Jullie zijn net een snel oude wijwiel. Ja, de vorige keer dat hij reed hij ons fucking redzone in. Dus vandaar dat ik huiverig ben om... Maar serieus, die gast die jullie schoot, hij heeft een granaat, maar hij gaat eerst schieten en in tweede instantie gooit hij pas die granaat. Hij had gewoon meteen die granaat moeten prijmen. Ja, dan had hij ons inderdaad gehad. Hij had die in één keer gehad. Ik vraag me zelfs af of die tweede die jullie uiteindelijk schoot, of dat diezelfde gast wel was. Nee, was een ander. Was een ander. Van het team, denk ik. Nee, waren wel van dezelfde gast, maar was een ander. Ah, oké. Okay. Die was geflankt. Hij is slim, maar... Ja. Is er niet nog iemand die... Nou ja, we kunnen even kijken. Nee, joh. Voor Groep. Ik zag wel dat, hoe heet hij net online was? Wie? Hij was net online, zag ik. Wie? Trigold? Ja, Trigold is voor mij nog op werk. Oh, oké. Okay. Ja, hij staat online in de ding. In de chat, ja zeker. Maar die is al de hele dag. Dus Trigold is vandaag mijn vaste fanbase. Samen met Mr. Blokmeister. Ik wist niet dat hij dan ook op... Oh, er komt er net iemand de channel in. Wie komt er de channel in? Ben ik nept uit? Unflanked. Ja. Nou, exit lobby. We doen wel aan het streamen op het moment, dus een beetje... Beetje gedragen. Dat vind ik wel heel lastig. Ja, nou, zet de stream aan, dan kan je gelijk meekijken. Terwijl je speelt. Nou, ik doe dat wel dus soms wel hoor. Als een andere gast streamt, dan zet ik zijn stream naast me aan. Ja, maar ik heb geen... Dan zegt hij, hij is daar. En dan weet je wel waar die zit. Ja, nou ja, precies. Het werkt wel. Ja, meekijken is een voordeel inderdaad. Helaas heb ik maar één scherm, dus dat... Maar zet hem maar even aan voor de zekerheid. Ja. Dat is altijd Dan moet ik hem op een ander, op mijn laptopje aanzetten. Kan ik wel doen trouwens. Ja, doe maar. Ik zet hem gewoon op de achtergrond lopend en... Unflanked. Heet die. Ook in game zo gewoon? Ja. Unflanked. We doen wel third person trouwens. Oeh, dat is jammer. Ja, komt wel goed joh. Ik heb je een invite gestuurd net. Ja. Ja, mooi. Maar wat voor hardware stream je trouwens? Ja, ik heb nog slecht. Ik ben echt aan het sparen nu voor een capture card. Ik heb een i7 en ik heb een 69 2 gig MSI. Dat is niet echt wat je wil, nee. Nee, dus ik heb gewoon wat meer nodig. Nee, want ik was gisteren aan het streamen. Ik heb een 4790K ja. Op 4.7 GHz en een Fury. Oké. Okay. Nou ja, ik probeerde eerst op 1440p te streamen. Dat kon ik sowieso vergeten. Maar op 2K streamen, dat wilde die ook nog niet lekker. Je merkte de wel performance op, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik heb er gewoon last van, weet je. Ook mijn PC heeft er gewoon last van. En ik zit nog niet zo lang in het huis. En ik zit nog niet toe altijd nog op powerline adapters. Maar als ik
deze maand wat dingen met zonnepaneeltjes geregeld heb, laat ik ook even een elektricien komen om een kabeltje naar boven te trekken. Mm. Dus, en ja, dan krijg ik waarschijnlijk van de tweakers fanbase weer te horen. Elektricien, kabeltrekken, dat ken je toch ook zelf? Ja, dat zal wel met zo'n trekveer en al, maar daar heb ik geen zin in. Wat de fuck, ik zie je linkertoenplukker linksboven staan. Nee, iedereen zit erin. Oh. Buggy met buggy. Maar 7 gasten, 7 viewers. Welkom iedereen. Goedemiddag. Vrolijk Sinterklaasfeest. Voor de Nederlandse vrienden, de Belgen zit hem morgen pas. Ja, inderdaad. De Belgen krijgen morgen Sinterklaas. De Sint kent ook zijn prioriteiten. Eerste belangrijke landbaan. Open goal. Ik neem aan Giorgio. Giorgio it is, baby! Giorgio, Bobby. Nou, ik heb je op de laptop ernaast aan staan, maar... er zit een paar seconden wel delay in. Ja, klopt. Ik heb hem volgens mij op 3 seconden. Iets meer. Ja, ik moet geluid daar even muten, trouwens. Dat is voor mijn vriendin gek. Weet je wat ik wil? Een opplaskrokodil. What does the fox say? Ding, 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 ding. Ja, die heb ik. Die heb ik. Heb jij die? Ja, die heb denk ik het als, niet. Die heb ik als sound. Front six of back six? Ik ga voor front six. Oh, ik heb... Maar die heb ik als soundbite in mijn soundboard staan. Mooi. We zitten nog in het vliegtuig op de stream. Rustig. Rustig, Jay. Nou ben ik confused. Zit ik nou nog in het vliegtuig of niet? Oké, 1 gast onder me zie ik, dus er zit sowieso wat volk mee. Duiken. Nou, die lijken verder te... Inch lijkt sowieso verder. Nee, je zit sowieso een squad hier. Ja, die gaan ook zeker front 6. Zeker te weten front 6. Eentje komt bij jou, Amstel. Ja. Ik zie het. Die gaat... Hij zit tussen ons in. Ja, die gaat... Oh, ik hang vast. Hij gaat naar een flank toe, uh-oh. Ja. Waar is hij naartoe? Ja, bij jou. Ja, ik ben naar de volgende. Hij is rechts van mij, Hij is thuis rechts van mij, van Katoen. M16, 4x scope, let's go. Oké. KS. Hem dan maar moorden hier. 8 keer scope. Nog een M16 bij mij. Welk huis zat hij nou? Ja, ik weet het ook huis niet. Naast Katoen, het huis naast Katoen. Dicht zijn bij de ding. Ja. Ik heb een shotgun en dual barrel. Gaan we gewoon pushen op die gast of wat doen we? Ja. Tuurlijk. Ik ben hem gewoon killen. Oh, wacht, is third person natuurlijk wel. Ja. Ik kan deze. Ik gooi een frag naar boven. Hij is buiten. Oh. Ik heb een frag boven gegooid, pas op. Hij is al weggelopen. Ik weet niet naar waar. Oh, ik vermoed dat hij. Oh god. Ik ben niet zeker. Ik ben niet zeker of hij weg is, hè, boys. Had jij hierboven geloot, Amstel, of niet? Nee, daar ga ik nu heen. Er ligt bijzonder weinig hiervoor. Die in dat kleine kamers hier. Ik heb nog niet eens een helmpje, joh. Nee, het lijkt wel of hij hier gebloed heeft. Nee, joh, want ik vond beneden nog een first aid. Oké. Ja. Waar gaan we heen? Waar is die pik, joh? Ik weet ook niet naar waar hij kan natuurlijk gekost zijn naar hospital. Nee, dat hadden we hem nog wel zien lopen, denk ik. Dan had ik hem zien lopen, zeker. Oh, boys. Wie heeft dit huisje gedaan? Ik, maar ik doe geen crushen, dus boven ligt wel wat. Beetje half werk gedaan. Hier liggen level 2 waar ik nu ben. Een flank dat is. Ja. Oké. Ik heb een A-times scope als iemand wenst. Ik heb ook een A-times. En nog eentje, ik heb double A-times. Wat is dit, jongen? Dan zometeen iedereen E-times geven. M4. Lekker.
Ja, ik wil die wel als je hem over hebt. Hier nog een level 2 vest over. Had je hem over die M4 of niet? Nee, sorry. Ik was gewoon even blij dat ik er weer eens eentje vond. Ik heb ook een M. Ik heb ook eentje eindelijk. Ik wil wel een 8 keer als iemand die over heeft, want ik heb een SKS. Hey, jullie zijn allemaal weg, joh. Lekker. God. Ja, waar ben jij dan? Ja, geen idee. AK, ja, die pak ik. Ik drop hier een M16. Wie heeft gebouw op Zuidwest gedaan? Niemand, hè? Van ons. Nee, daar zitten waarschijnlijk gasten. Ja, daar zitten er gasten. Zuidwest, kleine zijstadje, zeg maar. Ja, ik steek even de straat over, pak die buggy en rij hem hier achter de gebouwen. Ja, drop. Nou ja, we moeten sowieso dadelijk wel even... Move. Ja. Waar waren er bij de back 6 nou mensen geland? Oh, waar waren die shots? Geen idee. Ik denk van hospital, niet zeker, maar ik denk van hospital. Ik zie ook een motor staan trouwens, die kunnen we daar pakken. Ik zag hem op Amstel of iets, op het rode huis. Tweede rij. Markeer hem alsjeblieft, want ik ben kleurblind. Ja, ik zie het ook door de zon erop. Rechtshuis. Muur. Ja, het is heel slecht om even te rusten. Ja, dit is... jij bent niet gewend om third person te gaan, vriend. Nee. Hij piekt jou gewoon. En weg ben je. Dat is zo jammer. Kom naar jou, Helms. Ja, ik zie ze zitten. Zitten in... Shots op mij. Godverdomme, ze schieten nog raken ook. Kutzooi, man. Met een P92 schiet hij raak. Ik ben achteraan gegaan. Eentje rust. Ja, misschien kan je even meeschieten, vriend. Jezus. Ja, dat doet toch? Ja. Buster, waar ben jij? Jij bent echt helemaal weg. Ja, ik word vanachter gepakt. Ik weet echt niet waar je aan het doen bent, vriend, maar je bent er zo... Ja, gast, ik was gewoon al... Who the fuck? Als iemand met me meekeek, who the fuck? Ja, Katoen, ik kom naar jou. Gast. Kom hierheen! Ja, ik werd vanachter net genakt, jongen. Ja, maar... Ja, ik snap wel dat jouw behoefte zeg maar nu even niet overeenkomt met mijn behoefte. Kan ik dan verder ook even niet zoveel doen? Cirkel komt eraan. Heb jij een car bij jou? Ik heb een buggy hier staan, maar dat is... Ja, dat weet ik, maar ik bedoel, heeft een Ambassador iets van vervoer? Geen idee. Ik heb, er staat er een motor verderop aan de weg. Hier zie ik zo snel. Ja, ze hebben die hond hebben ze revived, man. Zie ze niet. Daarin staat een. Ja, motto en tri-bike. Tri-bike, zie hem. Er staat ook een U-as er helemaal achteraan. Kan jij naar hier komen, dingen? Denk het wel. Ik ga de U-as halen. Als jullie mij coveren van hier voor. Yo, naast het huis, naast het grijze huis weer. Southwest. Hij staat in het. Eentje nog. Deur ook, in de deur. Ik ga de U-as halen, jongens. Probeer af te leiden als jullie willen. Het is nu wel een goed moment, ja. Kort beschoten. Ja, van achter. Van achter. Ja, dat is niet erg. Dat hebben we niet geraakt, dat is goed. Oh, ik zie hem. Ook. Bij die apartments. Weer een knocked. Ik heb een nieuw as dadelijk, dus ik kom jullie dadelijk oppikken, hè. Heb je geen grenade aan het stellen? Hè? Huh? Heb je geen nade? Nee. Alleen maar smokes. Ambassadors. Oh, ze steken over. 3 gasten van achter.
Nice. Ze pushen je van achterarm stof. Ja, van, sorry, maar ik ben heel druk bezig met de drie gasten hier. Ja, hij ja, piekte, hij piekte maar, nog heel even aan stello. Het gaat wel een probleem worden voor je zo. Ja. Hier, aan, achter je, achter je, Amstel, achter je, ik ben er. Achter je. Domme. Oké, never mind, dat is niet de bedoeling hier. Ja, sorry. Maar ze schiet de auto ook aan flarden. Doof. Ik wil wel als je dan maar kon nu. Nice. Ja, ik word echt van alle kanten beschoten. Ja, joh. Ik zou helemaal buitenom gewoon gaan en de motor pakken als die er nog staat. Banden zijn nog niet lekker, je kan naar hier komen. Helm is er afgeschoten bij die gast. Blauwe huisje, blauwe huisje. Gaat die aan. Bijna dood. Kan je healen? Nee, ik heb niets meer. Ah. Ik ga rijden. Ik ben dood. Ja, band is ook weg. Ik ben dood. Wat voor een fucking homo's zijn dat? Waarom blijven ze fighten in de fucking blue? Wat een fucking retard. Je ziet hem lopen links, ambassador, links! Links! Aan de muur! Daar, ja, wauw! Ja. Waarom schiet je niet op hem? Ja. Omdat ik hem niet zag, misschien. Maar achter jou gepusht, Amstel. Ja. Recht achter jou. Oké, hij is down, hij is down. Ik heb nog 13 kogels. Ja. Iets minder potatoen. Komt hij nog naar de straat, straat? Ja, waar je met laatst hebt gezien om cello, daar is hij. Waar? Nee, dat... Hij loopt naar de auto, hij loopt waar ik dood ben gegaan. Hij loopt waar ik dood ben gegaan, loopt hij heen. Hij is onder jou, Amstel. Ik heb gewoon geen kogels meer. Oh, komt er eentje bij mij. Lol, ik had gewoon geen kogels. Echt fucking hell. Zit er eentje in het huis bij mij, Amstel? Stil. Heeft een... Bij mij ook. Oké. Okay. Dat waren van meerdere teams. Komt er nog één, hè? Oh, je moet healen, gast, nu. Ah! Oh, shit. Shit. Hoeveel kills had je, man? Oh, jongen, jongen, jongen. Ik had er maar 4. Wat een fucking chaos. Ja, maar het was gewoon ook... Ja. Ik moet even wel aan third person. Nou, ik weet niet goed wat Ambassador aan het doen was op Zappakie, maar... Dit was chaos. Heel aan het missen. Heel veel aan het missen. Dat nee, ik zag echt niet waar jij... Maar op een gegeven moment je zat te callen en ik had geen idee. En ik zat met de gasten bezig die... Van Noord. Ja, van Southwest, zeg maar. Die gasten die kwamen van Noord. Met z'n drieën. Gast, ik had alleen een ump met fucking 60 kogels of zo. Nou, snipen. Hoppa. Ja, snipen. Als ik nou een goede gun had gehad. Of... Bijvoorbeeld een SKS die ik op de straat was verloren. Ja, nou ja. Dood jezelf, niet rushen. Ja, third person is dat echt reet en noob. Zeker als je gas ziet, dan moet je dat gewoon niet willen. Ja, dus ik heb al... Ik denk 15 uur in third person gespeeld, dus dat zit even als reflex rushen dan gewoon als het kan. Ja, ja. First person bedoel je? Ja, ja. Ik heb al heel lang geen third gedaan. Klinkt rushen, klinkt best wel, goed. Maar om in de termen van katoen te blijven. What does the fuck say? Precies. Nou ja. Ja, kan. Kan weer Giorgio, denk ik haast. Ah, kies maar bij jullie wel aan.
Ik ben wel bij ons na, ja. Oh. Heel snel, ja. Je gaat meer bollet springen dan George, ja. Chilo Joe gewoon later uit. Jasnaya, wat gaan we doen? Jasnaya of niet? Jasnaya. Jasnaya, wel. Ja, ik kreeg geen duidelijk beeld over wat we nou gingen doen. Ja, ook heel. Ik zie bij jullie een squad. Bij Katoen en bij Amstel. Ja, er zit iets redelijk in mijn reet. Ja, onder jou zitten ze al. Ik ben fucking vaag al. Ik duik daar gewoon. Dus ze gaan ook naar die four buildings. Ja, maar het zijn twee squads trouwens. Twee squads. Twee maar. Ik ga naar die voorste. Eentje, twee, ja, op jou. Ja, er zit echt een hele squad bij jou, Amstel. Ja, dat gaat er niet worden, man. Ja, jezus, zeg dat dan nee, maar... Andere kant, ga andere kant van de straat. Ik andere ga kant. Naar de andere kant. Spannen, spannen gewoon God, even. Verdomme, zeg. Zij draaide dat bedoel ik dus, we hadden gewoon George. We moeten echt stoppen met zo fucking te discussiëren over welke plaats we gaan. Het is echt fucking bullshit, hè. I know. Als je deftig wil spelen, moet je ermee stoppen met dat fucking gezaai. Oh, hier is ook één. M16. Ah! Ik krijg pleuris. Wat een lag. Qua guns zit ik goed. Ik heb nu dringend een vest nodig. Als iemand ook al maar een level 1 vest of wat dan ook ziet, laat het me weten. Oké. Aan de overkant van jullie zit iemand, hè? Iemand ging een van die buildings naast mij in. Ik wil eigenlijk even crossen naar jullie, maar... Is er eigenlijk iemand naar diner gegaan? Weet ik niet. Niet gezien. Er is hier iemand aan de voorkant eruit gegaan nog. Boy. Made it. Hey, jongen, nergens een vest. Hebben we hier eens al geloot? Zijn jullie al geweest waarschijnlijk? Ja, diner is gedaan. Ja, nee, ja, mini diner zit er een spotted! Hij loopt door. Boys, wie is er met me mee? Aan welke kant van ben de straat ben je dan? Ik heb alleen een shotgun. Ik ben aan de kerk, Amstel. Ja, ik zie hem niet meer. Ik ben hem kwijt. Fuck. Anders pakken we gewoon een apartment op South. Ik heb geen vest en ik heb geen helm. Ik word zo ineens god weg. Zien jullie waar ik zit is een level 2 vest, in ieder geval deze apartment. Ja, dat zijn ook shots. Gewoon marken met insert, hè? Ja. Shit. Holy. Today I learned. Wat? Ja, dat kon. Oh. Oh my. Hoe lang speel je deze game? Vrij veel uurtjes al. Nou, you're welcome. Level 2 vers en Harry Potter Tower hier. Katoen zit er dus eentje redelijk close bij jou zitten. Dit wordt mijn laatste game trouwens, boys. Ik moet me zo meteen klaarmaken voor Sint-Niklaas. Sint-Niklaas! Want, jongens en meisjes, hij is nog in het land. Doe maar eens een helm. Moet je ook nog een vest of niet? Nee, heb ik al. Overkant straat Oranje Building, daar is er eentje geweest. Ik zie eentje lopen.
Op 15. Deze building, groene building. Daar heb ik nog geen visual op. Mijn god, ik zoek nog steeds gewoon een helm. Ik ben echt al door een hele hoop heen geweest. Hier ligt nog een AK, Mr. AR zoeker. Oké. En een M16. Ammo laat ik naast liggen. Mini, waar ik heb gemarkt, daar zat hij. Oké. Okay. Jij gaat cross. Ja, oké, okay, boys. We moeten een beetje achter Katuna, want hij gaat nu redelijk pushen. Nee, ja, ik ben niet aan het pushen. Ik ben weg aan het lopen, hè. Oh, het leek erop dat jij de straat over ging steken naar... Nee. Naar ik heb hier geen huis. Ik ben enkel op zoek naar een level 2 west en dan kunnen we pleiten. Ja, ik. Wie schiet daar? Wie schiet daar? Was op mij, volgens mij. Werd er op jou geschoten? Ja. Ja. Je schoot niet zelf? Nee. En dan is die binnen bij je waarschijnlijk. Wil je met een mini? Die ligt hier bij mij trouwens nu. Ja, maak maar. Maar godverd... Iemand... Heeft iemand gewoon een helm? Fucking helm. That's it. Nee. Dit is toch ongelooflijk? Ik word er helemaal gek van. Ligt bij mij hier boven het appartement, level 1. Ja, het is prima. Niemand een mini? Nee? Ja, ik kom hem zo wel halen. Ik neem de bullets trouwens gewoon wel. Er werd op jou geschoten. Ja, maar... Zie je, die blauwe huisjes hadden jullie gedaan, hè? Zeg maar op Noord. Ja, die heb ik allemaal gedaan. Oké. Okay. Had jij die AKM laten liggen, Amst? Ja. En de M16 ligt er een kamertje ligt ernaast. Welke verdieping? Eerste of tweede? Oh. Weet ik niet meer. Boah. Oh. Ja, maar een dolbarrel. Zorg dat je op de tijd weg bent deze keer, ja. Ja, laten we auto gaan zoeken. Waar staat er een auto op de... Ja, ik ben aan het zoeken. Ik ben alweer aan het lopen, maar ik vind geen. En beste, kom je met me mee? Ja. Dan gaan wij even naar de garage toe op West. Hier staat gewoon nergens een auto langs die baan. Kan je dat geloven? Ja, dat kan ik zeker. Linkerkant ook niet. Ook niet in de garage. 762. Thanks. Let's go. Pooh. Hoe zijn jullie equipped? Level 2 alles of? Nee, ja, geen level 2 helm. Natuurlijk geen level 2 helm. Ik heb alleen nog 2 vest nog. We zijn er lekker met elkaar bezig, de Rens. Ja. Het is prima, laat ze maar met elkaar bezig zijn. Pakken wij de auto onder de neus vandaan en hello, bye bye. Daar staat een auto daar. UAS. Oh ja. Fuck, hier zijn ze al geweest. Zullen we de UAS pakken? Dan moet je echt met me mee. Dan moet je echt tegelijkertijd instappen. Oh, daar gaan ze ook al. Terug. Gaan we schieten? Schiet de bandenlek. Ja, ik word beschoten. Ja. Ik moet het appartement in hier. Of nee, ik ga niet het appartement in. Sorry, Amstel, ik heb even geen zicht. Waar zit je? Ze zitten bij de auto. Gasten? Jezus, ja. Katoen is echt een mijl verderop. Omdat hij vindt gewoon geen auto, dat is bizar. Nee, nergens staat een auto. Nergens, hè?
Ik heb dus heel de baan heb ik afgelopen en ik ben nu zelfs naar links aan het kijken waar het die samen. Ik zie er hier drie, ik zie er hier drie. Komt er nog eentje volgens mij? Gaan ze nu terug? Nou, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Probeer gewoon een auto te hielen en te raken als jullie kunnen. Je zet een motor om stop. Ja, halen. Pakken en rijden. Naast ons al. Ja, pakken. Pakken en rijden, jongens. Gewoon pakken en rijden. Is je twee of drie? Koffie emmen. Nee, ik ben er al. Een flank, waarom ben je nog? Is het twee of drie motor? Go, ja gast. Ik druk hem, maar die game, je kent hem. Ja. Lol. Een flank, is het een 3-seat of een 2-seat? Nee, een 2-seater. Oké, dan rij lekker door. Hebben jullie al wat of niet? Nee, nog altijd niet. En ik ben nu op de splits. Zeg maar iets als jullie die kant. Hier staat een Juas. Hier staat een auto, hier. Okay. Hier. Pak hem. Ja, kom eraan. Aan beste, pak jij hem. Oh, ja. Hij komt, hij staat ook. Dan ga ik katoen halen. Heel. Ja, ik ben safe hoor. Voor de blue circle ben ik safe, denk ik. Net. Zo, jezus. Waar gaan we heen, jongens? Ja. De beach. De boot halen. Ik ben wel echt heel slecht geworden. Ja. Ja, ik ook. Ik heb een M16 met geloof ik 40 kogels en een AK. Ja, ik heb nog 60 bullets voor 60-556. Ik heb zelf niet nodig. Katoen, hier links staat een Dacia. Links. Oh, hier, ja, oké. Ergens healen? Ja. Ga uit op doel raken. Dat kan wel inderdaad. Dat is hier dan. Gelijk hier al? Ja. Oh, joh! Jezus. Hey, ik. Wie moet een 4 times hebben? Want ik heb er 3. Ik heb er. Ik wil er ook wel één, maar goed, kijk maar. Doe even drop. Ligt er één. Ligt er één, liefst. Dank u. We kunnen nog steeds van onze rug komen, hè, die gast. Heb je met een compensator of iets dergelijks van SMG? Nee, ik heb een flash hider. Er ligt nog steeds een 4-scope hier, hè? Ja. Nee, ik deed hem alleen even van de achter voordat die game dadelijk weer bugt en alles explodeert. Hier ligt die flash hider, ik heb hem neergelegd daar. Ligt hier nog steeds een 4-scope? Nee. Ja, die pak ik. Iemand met een cheekpad voor sniper toevallig of een extended mag? Wij zijn weg, go. Gaan. Rijden. Stap je in een flank? Ja, energy. Daar is ook opgeschoten voor mij bij deze. Ja. Gewoon voor een boot gaan, joh. Gewoon voor een boot. Echt zo snel mogelijk die boot, en anders is het gewoon de brug over. Niet twijfelen, direct de brug over. Vorige keer zijn we daardoor genaaid, weet je het nog? Ja, dat weet ik. Dat zijn we nog terug. Oh, drop. We moeten de drop pakken. Ja, boom, dood. Ja, kut. Ja, die drop landde gewoon op onze kop. Letterlijk op onze kop. Ligt daar ginds een boot of wat is dat? Nee. Er staat wat. Oh nee. Nee, maar... draaien. Oh, schoten! Achter ons, achter die steen! Aan de steen. Ja. Als jullie nou doorrijden en de andere kant flanken van hem. Hallo! Jo, wegwezen, Katoen. Nog een andere kant. Wegwezen, Katoen. Rij maar weg. Jo, gaan. Van waar schiet hij zelf? Ja. Oh, hij zit op het dak. Gassen, shift. Ja, ik ben aan het shiften. Oh mijn god. Die gast had binnen 2 seconden had hij 2 headshots op. Ja. Maar je gaat er. Waarom raken ze altijd mee, man? En nooit jou? Met een silent scar. Ja, dit is niet geloot. M416 hier. En een mini, die pak ik. Zijn nou. Ik ga. Nee, hij is. Je lijkt heel erg voor me.
Ja, dat is discard. Als je een level 2 vest ziet, laat maar weten. Die andere gasten zaten waarschijnlijk ook vast door die met een kar. Ja. Geheid, geen boot en dan blijven ze maar campen. Valt me mee dat er hier nog geen volk zat. Ik verwachtte eigenlijk ieder moment dat we stil stonden, gasten over die balkonie heen komen en hey. Nog een MV16 hier, hallo, dit is 556 Heaven hier. Maar dat lust jij niet, hè? Jawel. Nog een AK. Ja, Trigel, dat is echt hatelijk, jongen, als je uit een auto geschoten wordt. Of je hem nou bestuurt of niet. Hé, hier heb je nog een car. Wil jij die? Ja, is goed. Kom ik aan. Die boven of onder? De car ligt beneden. De MV16 ook. MV16 ligt hier. Car ligt hier. Nou, wat gaat Circuitje doen? Oh, cringe. Wil je zwemmen dan maar? Ja, zo, ik denk het wel. Kijk wat de cirkel doet. Ja. Zwemmen. Zullen we de auto gewoon de brug onderrijden? Ja. Het scheelt dat we door het open moeten. Dan rij hem daar gewoon onder het water in. Prima. Jongen, je kijkt hier niet. Hier ligt gewoon een level 2 vest in die container. Ja, nee, daar kijk ik inderdaad ook niet. Ik boost hem trouwens nog. Ik ook. Dan zwem je een stuk sneller. Here we go. Gewoon hier rechts erin, hè? Ja. Ik zwem gewoon rustig, ik kan niet shiften hoor, want we zitten toch in de cirkel, dus. Jullie trippen hem op spectate mode. Hè? Huh? Wat? Hier op spectate, het ziet echt heel raar uit. Ik weet niet of hij best zo nu aan het kijken is, maar. Nou, dat kan komen omdat we in de auto hebben gezeten. Alsof je zit een beuk met de auto. Ja. Dat is standaard. Nou, daar ben je... nou niet meer. Daar ben jij niet gewend, hè? First person, hè? Nou, ik ben benieuwd wat, hoe Baxter nou een status heeft met zijn videokaart. Ik zal hem zo eens berichtje sturen, kijken of hij een update heeft. Hij is er nog niet. Ja joh, lekker zwemmen.
is niet grappig hoeveel kar schoten daar grens af gaan. Ik heb bijna zoiets van wacht maar lekker in het water totdat de cirkel rond is. Hierboven is een auto op de brug. Ja, die hoor ik niet. Hè? Die hoor ik dus niet. Waarschijnlijk wat? Is een soundbug bij mij. Ja, ik hoor het echt niet. Kijk, de nieuwe cirkel. We kunnen gewoon in het water blijven als we willen. Oh ja, wil je dat doen? Wil je late game spelen of niet? Ja, het is wel het veiligste om in het water te blijven. Hier gewoon bij een pilaar. Kan je wel nooit schieten, hè? Ja, dat maakt niet uit. Dan kom je op het laatste moment het land op. Water camping, that's a first. Ja, en dan hopen dat ze je inderdaad nog niet gezien hebben voordat je het... Ja, precies. En hopen dat er geen zwemmers achter je aankomen. Maar dat zou nog niet zo heel veel uitmaken, maar... Ik dacht dat ik er daar links eentje zag. Noordwest of wat? East, southeast. Maar ik weet het niet zeker. Net naast die boom. Vier... Maar. 24 levend, zo'n kleine cirkel. Ja, nou ja, goed. Ze zitten ook nog aan de andere kant van de brug, kunnen ze zitten. Zoals ik zeg, je kan zwemmers achter je aankrijgen. Daarom kijk ik ook een beetje onder water hoe of wat. Maar... Ik zie niks. Ik zie eentje op het strand lopen. Ja, volgens mij zit er daar echt eentje east bij dat boompje. Wat dat heb ik? En een steek. Oh, is het vrouwtje er weer? Ja, ik zie ze achter ons ook op het strand lopen. Ja, doe maar, pak uw tijd. Ja, nee, is goed, ça va. Oké. Oké, ça va. Trek. Dada. Dag, schat. Ja, ze liepen nog op het strand, inderdaad. Ja, ik zag... Nee, maar hier op East. Ik zie daar... Iedere keer lijkt het een gast die er op popt, of niet? Ja, ja, ze zwemmen nu onder de brug ook. Eigenlijk moeten we ze hier op wachten, want volgens mij kan je daar halverwege al gaan staan, of niet? Hier kan je gaan staan, ja. Ja, we moeten hier gewoon achter die pilaar moeten we ze gaan pieken. Ja, maar dat kan dus net niet. Jawel, jawel, jawel. Nee, je kan niet pieken, je kan niet onder water hier. Ik zie er één. Ja, ik zie hem ook. Oh, oh, even boven water. Ik ben dood aan het gaan. Oh, kijk die cirkel. Wow, schoot hij al hier op? Waar zit die pik? Oké, hij zwemt aan de rechterkant nu. Richting oosten, noordoosten gaat hij. Je ziet hem, hè? Ja. Ah ja, ik zie hem onder water nu. Slim van hem. Als jij daar blijft, dan hou ik hem al in de gaten waar hij heen gaat. Ja, ja, ja. Hij gaat heel ver weg. Hij gaat nog verder naar het oosten. Ja, daar gaat hij. Hij zwemt in de blue. Ja. Wat een gast, joh. Kan je iemand überhaupt hitten onder water? Volgens mij is hij nee, alleen als zijn kop, alleen als zijn kop bovenuit steekt. Waar is hij nu? Ik zie hem niet meer. Ik denk dat hij dood ging buiten de cirkel, want hij verdween opeens ook. Dan komt er een kistje. De cirkel is wel heel aan het weg hoor.
als Tom man niet meer ziet. Hij is 17 bij ons. Maar gaat hij erachter... Achter op het strand gaat hij omhoog gaan. Ja. Op de rotsen, achterin. Ja. Oh, dat is hem nog in de cirkel. Ja. Ah ja. Slim. Check die drop! Goh, drop? Ja, check die drop joh. Midden op het randje van de cirkel, op noordwest 300, in het water. Wow, wow, twee gasten! Dude, twee gasten, 240, 255. Naar een pilaar! Go, 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 naar een pilaar gaan. Ah, daar zie je. Van bovenop dingen of van. Ik zeg nog een keertje wat. Pas ook op met die gas 18 nu, hè? Ja, ja, I know. Waarom dacht ik dat ik niet stil zit? Dat is boven ons. Oh, ja. Ik denk, hoe kan dat nou, joh? Dat is... Plek eigenlijk. Gewoon late game spelen, man. Trouwens. Ze zijn nog altijd vanuit de blue zins op hun aan het schieten. Ja. Horen lopen. Ja. Ja. Kut, zo, je moet helemaal naar die kant. Oh. Hier langs rechts gaan of wat? Ja, dat denk ik wel. Er zit een heuvel. Ja. Boosten. Nou, ik heb maar één booster, dus ik ga die nu niet gebruiken, man. Weet je richting de edge gaan? Er zit een boog hier weer. Ja, je moet wel richting de edge gaan, dude. Hey, kom, naar het westen. Wacht, wacht, wacht. Hier, even kijken. Achter je, op de brug kunnen ze ook nog zitten. Nee. Echt wel. Ze kunnen nog achter die camper zitten. Ja, je zit eentje op de brug. Ik kan in zijn voet schieten als ik wil hier. Oh, hij gaat achter de camper, zit hij. Achter de camper. Doek. Ja. Twee, zit er nog één. Het is een squad van drie. Godverdomme, word ik nog... In je rug. Ja, in de rug, bij de boom. 240, 255. Hit, ja. Op zijn level 3 halen. Ik push hem. Jij houdt hem bezig. Ik push hem. Yo. Hij rent weg. Hij rent weg. Kill. Kijk in je rug. Cirkel. Oh, achter mij. Lopen jij. Ja, ze zitten in de blue. Ik ben aan het hollen als een malle. Ze zitten in de blue, geen probleem. Ja, zodra ik bij die compounds kom. Bye bye, Amstel. Ja. Ja, op de brug zitten er sowieso nog 3. Ik denk dat 5. Oh, ze schiet op hun. Fijn, goed zo. Kom je goed weg? Goed zo. Oh, ik hoor hier iemand Amstel. Gewoon wachten, man. Het is echt een kutplek. Kun je niet onder de trap gaan zitten? Zie je dat? Dit appartement ernaast zit. Ja, tuurlijk. Daar zou ik ook zitten. De silenced mini. Car. Car inderdaad. Koekoek. Je zit wel goed qua cirkel. Oh jongen, ik moet zo haast maken. Mijn vrouwtje om 5:30 van het station ophalen. Die zit nu mee te kijken. Nee joh. Die vindt het wel hartstikke leuk dat ik ben gaan streamen. Ze zegt, sinds je bent gaan streamen, beheers je een beetje meer. Kijk, het viel mij ook op. Maar goed, dan voeg je gewoon Katoen weer toe voor de expliciete content. Ja. Absoluut kutvogel. Hij maakt ook vrolijk gebruik van zijn nieuwe draadloze headset. Dat is wel heel chill ook, hè?
Ah ja, goed, ik had de specs gekeken van die bedraden. Ja, ik zie hem. Dat is die gras die uit water is gekomen. Nee. Oh, ze lopen achter de gas station langs, zie je het? Ja. Je zag de voetjes. Doorlip. Oh, nee, hij komt terug. Hij komt terug. Komt er maar. Wat doe je? Ja. Ik zou wachten tot die andere gast... Gewoon wachten. Daar zie ik hem. Ja, maar gewoon wachten. Oei, het moet daarheen. Zij hebben de luck. Ik zou echt tijd spelen, man. Die gas hoorde ik nu lopen. Sowieso twee teams. Oeh, kill it. Wat een granaat. Instakill dus. Ja. Dus nu nog twee teams. Wauw. Weet ik niet. Jawel, hè. Het zijn er meerdere, denk ik. Ah! Ja. Maar het waren er twee, toch? Ja. Er zat er nog eentje achter de gas station. Aight, nou, lekker gespeeld. Was wel leuk. Thanks for playing. Nou, Trigold, ik ben blij dat jij de kalmheid zelf bent. Iedereen, thanks for playing. En mocht jullie het leuk vinden, subscribe of follow me. En tot later. Later. Ik ben ook pleit, jongens. Ik ga koken. Yo!